ik wil een basisinkomen voor iedereen in de wereld, zodat iedereen op de plek waar hij of zij geboren is een goed bestaan kan opbouwen. Kijk, het is zo, als jij een basisinkomen hebt, dan hoef je geen zorgen te maken over je eerste levensbehoeften. Dus je hebt een gezonde bodem. Als het verkeerd gaat in je leven, dan kun je terugvallen op die bodem. Als jij je zorgen moet maken over je eerste levensbehoeften, ben je aan het overleven. Maar als jij die bodem hebt, kun je creatiever zijn. Dan kom je daar weer eerder te boven. Ik vergelijk basisinkomen met een trampoline. Mocht dingen verkeerd gaan, dan kun je weer eerder opspringen. En dan kun je denken van, hier in Nederland hebben we toch een bijstandsuitkering. Maar ik vergelijk dat met een modderpoel. Als je niet uitkijkt, zak je steeds verder en dieper daarin. Het doel van een bijstandsuitkering is dat je daar zo snel mogelijk uitkomt. Hè, want we willen niet te veel uitgeven aan allemaal uitkeringen. En je gaat zelf ook meedenken in dat stramien. Je pakt maar heel gauw een baan om maar uit die uitkering te zijn. Terwijl als jij een basisinkomen zou hebben, heb je meer vrijheid en kun je meer keuzes maken. Kun je kiezen van, ga ik die baan wel nemen? Ga ik wel per se 40 uur werken? Dat is het mooie van het basisinkomen.